zit hier naast Ellie. Ellie, jij geeft een cursus. Schilderen, dat kan toch iedereen? Schilderen kan in principe iedereen. Het is misschien alleen handig om een beetje op weg geholpen te worden. Zodat je niet meteen verdrinkt in al die mogelijkheden. Tekenen is gewoon leuk. Je hebt minimale middelen nodig. En je leert, het wordt misschien cliché, maar je leert heel goed kijken. Je verfijnt je waarneming en dat is zeker zo. En daar kun je overal voor gebruiken. Er wordt hier echt heel geconcentreerd gewerkt. Het is echt muisstil. Ik heb nu mijn schets af en nu ga ik hem met inkt invullen. Ja, hij is nu echt al miljoenen waard. Jij hebt mij nu een beetje zien bezig zijn. Ja. Zit er wat talent in? Of moet ik echt maar gewoon iets anders gaan doen? Wat jij daar voor even in een uurtje neerzet, vind ik hartstikke leuk. Wat jij al meteen heel goed hebt gedaan, is contrast in het beeld weten te behouden. En dat is, hè, als we over Rembrandt praten, natuurlijk heel belangrijk geweest. Licht, donker. En je voelt wel aan, oh, dat moet ik behouden. Hoeveel geld zou je er nou voor geven? Of... Daar laat ik me niet over uit. Lijkt me heel verstandig. Ja. Hoeveel denkt u dat dit schilderij waard is? Moet ik even kijken. Als het een groot schilderij is, dan denk ik dat het zeg maar €2600 waard is. Hoeveel denkt u dat dit schilderij waard kan zijn? Ik denk dat het van een bekende kunstenaar is. Dus dan zou het misschien wel 15 of 17.000 euro kunnen zijn. Wat vindt u hiervan? Hier zie ik een vogeltje, een mooi vogeltje geschilderd. Heb ik zelf iets minder mee qua eerste indruk. Leuk, is voor mij meer emotionele waarde. Het is meer van, als ik een prijsje zou moeten koppelen, zou ik het heel moeilijk vinden. Zeker als iemand met liefde eraan gewerkt heeft, 40, 50 euro wel. Maar hoeveel geld zou de Nijmegenaren hier nou voor willen geven? Zou u voor dit schilderij €50 betalen? Ik vind hem heel mooi, maar eerlijk gezegd zou ik het niet doen. Nee. Waarom niet? Ligt niet ergens in mijn interesse. Stel, dit schilderij hangt op een canvas in een groot museum. Hoeveel geld zou u er hiervoor geven? Hiervoor? Een paar honderd euro? Weet ik niet. Een paar honderd euro. En wat vindt u er dan zo mooi aan? Ja, ik ben zelf een vogelliefhebber op zich. Nou, ze zijn er gewoon stil van. Zo mooi vinden ze het. Zo te horen kan Teun hier best wel iets mee verdienen. Maar hoeveel zouden jullie hiervoor geven? Kun jij maar geen partner vinden? Dan heb ik goed nieuws voor je. In Engeland kun je namelijk met je huisdier trouwen. En de populairste dag om dat te doen is vandaag, 14 februari. Maar wij kennen 14 februari natuurlijk beter als Valentijnsdag. Vraag 1. Wie is Valentijn? Het is een persoon. Hij was sowieso een persoon. In zo'n mythe, toch? Is dat niet iemand van de Romeinse godsdienst? Gaan we voor de zoon van Cupido? Ja. Dat is niet waar. Ja, ik denk altijd gewoon aan die baby die pijlen schiet. Hoe heet die baby? Ja, dat weet ik niet. Priester Valentinus liet stiekem soldaten met hun vrouwen trouwen op 14 februari. Liep alleen verkeerd af, want het mocht niet en hij werd betrapt en doodgemaakt. Ja, dat is allemaal heel raar. Dat vonden we allemaal op internet. Vraag 2. Waarom is een hartje het symbool van de liefde? Het bestaat uit twee delen, symmetrisch, die samen smelten. Nee, geen idee. Volgens mij is het hart toch wel hetgene wat alles in je lichaam doorpompt. En het is volgens mij niet echt een hartvormig iets. Volgens mij moet het zeg maar een vrouwenlichaam voorstellen, toch? Dus of de kont of de twee boobies. Volgens mij klopt dat ook. Maar wij hebben een ander antwoord gevonden. Men dacht vroeger dat alle emoties zich in het hart bevonden en niet in de hersenen. Vraag 3. Van welke godin is Cupido de zoon? Ja, er is een godin van de liefde. Ja, wie is het? Afrodite. Ik denk Afrodite, ja, daar gaan we voor. Afrodite dan? Ja, Venus of zo, kijk dan wel. Ja, weet ik niet. Venus en Afrodite zijn dezelfde persoon. Vraag 4. Welke groep mensen krijgt de meeste Valentijnscadeaus? Zijn het serieus docenten? Vrouwelijke docenten? Echt waar? Ja, ik denk dan mooie vrouwen. Ja, is dat een groep? Ja, vast wel. Moeders? Of basisschoolkinderen? Want ik kreeg
op de basisschool ook altijd voor mijn vriendje. Oh, juffen en meesters. Vraag 5. Hoeveel eerste dates zijn er ongeveer per dag in de hele wereld? 17 miljoen. 14.475.312. 5 miljoen? Ik denk minder. Ik denk 4 miljoen. Het zijn er 3 miljoen. Dan komen we bij de laatste vraag. Wat is volgens oud bijgeloof de betekenis van een eekhoorn op Valentijnsdag? Een stille hint dat je een eikel bent? Eekhoorn heeft een grote staat. Misschien dat daar wat is. Wat vinden jullie van eekhoorns? Ja, het zijn leuke beesten, maar je ziet ze toch vooral als ze doodgereden bijvoorbeeld van een auto zitten. Oeh, sowieso. Dan ben je zwanger, krijg je een kind, heel snel. Als je een eekhoorn ziet op Valentijnsdag, betekent het dat je met een oplichter gaat trouwen die er met al je geld vandoor gaat. Hey jongens, jullie hebben net meegedaan aan de Valentijnsquiz, toch? Ja, nou dan heb ik een verrassing voor jullie. Jullie hebben namelijk 3 vragen goed en daarmee hebben jullie gewonnen. En ik heb een cadeautje voor jullie. Allebei 2e bierproefvrij gratis bij Café de Hemel.